stond bij de wegen? Kilo of 5, 6. Beetje gewicht van beleefd. Zoals een gek. Nee, dat is zo. Zeg je dat water heen en een banjer, ik denk nou. Dan laat hij net los. 2,5? Ja. Zullen we er anders in nemen? Ik denk 3. Dat is veel. Ja. Dank je. Oké, dankjewel. Ja, goed mee. Los van de boom. Maar is... Hij zat echt op zijn wiel als zeg maar. Kan jij best, Mars? Ja, maar niet geen 20 liter. Ik vind zo'n sloot toch makkelijker. Oh. Ik denk, ik neem jou mee voor de volgende keer. Ja, dat kan het. Het moet stevig zijn. Ik moet het gewoon proberen. Dan moet je inderdaad vooral niet meer loslaten, dan heb je toch een snijwond. Of in ieder geval een brandwond. Dan gaan we nog een stukje hoger. Ja. Nou, dan heb je toch wat je wil, hè? Ja. Nou nog de goede camerapositie. En dat op, zeg, 200 meter. 200 meter van het kamp. Moet het toch maar even een hekje spannen dadelijk. Ja, zeker. Met die wilde honden zo dichtbij. Of gewoon extra vlees op de barbecue kopen. Als er nog iemand een stoeltje wil, dan leggen er als het goed is nog meer. Oh, hier. 3000. The last time I saw them, there was 7000. I had to wait for an hour for the whole group to pass. Passing. Yeah. So every time the buffaloes are like this, there's always lions following them. Okay. Yeah. That's good. You all can see nicely. Nooit in de olifantse weg gaan rijden. Nee. We let him pass and then we can. Yes. Dat is goed hoor. Als
Het liefst heb ik die hiervoor er ook nog bij. Is die andere twee dagen? Lukken. Jawel, nu juist wel. Kijk. Ja. Ja, ze laten hem. Wat lief. Nou, volgens mij mooi. Dat is een redelijk kleintje. Ach, die zijn flink aan het duwen nu daar. Zo! Ja, hoe ben je? Will it be males and females inside? Or yeah, the groups? It will be just a mixture. Yes. Yeah. Hij is ook aan het filmen, hè? Ja. He's filming. Ik zat nu in de auto zo ongeveer. Stol zondje gegeven. Ja. Dit is nou dat momentje dat je denkt, hé, dit stond bij mij ook. Ja. Even lopen. Ze liepen net, kijk zo. Dat is goed, ja. I see. You want for gin? Yes, please. Is dat gin tonic? Ja, gin tonic. Waar zijn Richard en Tamara? Die staan een stuk verderop vast. Ja, die stopte omdat wij natuurlijk vast stonden. Ja. En die staan dan op het punt. Ja, je kan hier gewoon niet stoppen. Heerlijk! We willen niet anders meer. Oh, wow. Ja, we staan er nog over. Rick, weg daar! Komen dichterbij. Hey, ze lopen achter elkaar aan, kijk nou. Ze lopen te rennen achter elkaar. Zo. Ze hebben grote lens erop. Ja, die heb ik ook net genomen. Oh, ja. Zitten die er nog in dan, die ogen? Het is wel aanpassen, hè? Zo'n primitieve vakantie zonder apparatuur. Ja, dat is aanpassen. Je gaat het missen, hè? Volgens mij stonden hier wat backupjes van Marcel op, hè? Oh. Nee, ik ben wel blij dat jullie dat allemaal bij je hebben, hoor. Heb jij dat blok van mij? We saw them passing our camp this morning. Ja, ze vinden dit niet leuk.
er wel ervaring, hè? Echt veel, hoor. Als wij vertellen thuis dat die dingen zeldzaam zijn. Met water. Ja, little deer. Je moet blijven staan, hè. Net zo lang dat ze weg zijn. Ja, maar ja, aangezien ze daar nog even zijn. Zullen we een kleintje onder? Hey. Zullen we bij de andere in zijn bakjes? Ja, ik wou het zeggen. Moet kunnen. Niet zo moeilijk dat doen. Als je echt van me houdt. Ja. Slik dit door. Heb je ook een biertje is op? Ook, of, is ook slecht voor je stem, weet je dat? Niet dat het iets met mij te maken heeft hoor. Hey, ja, hallo. Ik sta zo op hoor. Hebben we daar nou aan? Er is zo'n baviaan achter hem. Daar kom, even wachten tot Indiana er is. Daar is die. Ja, Indiana. Oh, ja, het loopt een beetje af hoor. Daar, kijk uit. Ja, ja, ja. Uitkijken. Maar hij moet even Marse sandaan aan. Nou, neem even een pose aan. Ik wil eigenlijk hen die zijn sandalen hebben. Beetje John Cleese imitatie. En zijn pet. Het is wel warm zo trouwens. Ja, dat is hierop. Nou, bij ons wordt het steeds kouder. Ik denk het ook, want die zijn lekker aan het afwachten wat er dadelijk in de buurt komt. Dan hebben ze een lunch. Nee, dan niet. Als je ons gewoon voorbij komt, dan sta je niet in de weg. Ja, voor mij komt hij op de weg, hoor. Ja. Er is een doekje om een lunchring te maken. Dat hoor ik. Wat zei je? Sorry, ik had hem net ingedrukt. Hier bij de waterpoel een oryx. We hebben hier een giraf in de zon. Oké, en wij hebben een giraf in de zon. Two ghosts of Etosha. Poopy pants. Zo zien ze er niet zo vriendelijk uit. Met dat kapas. Ja, dat is ook goed hoor. Mooning. Mooning. Dat kan ik ook hoor. Hier. Dat is een hele volle maan. Ik ga even met een staartje wapperen. Levensgevaarlijke actie. Nou, dat petje lusten ze toch niet. Nee.
precies, precies hier. Precies tussendoor. Ja. Het is de eerste keer dat ik een benzinestation zie trillen. Nee. Ik tril niet. Nog niet. Thank you, have a nice day. Yes. Zou hij een beetje rustig blijven achterin? Denk het niet. Denk het ook niet, hè? Ik weet niet of hij zijn pinnetje heeft. Nee, heb ik niet gehad. Spat maar op. Hij is echt een babytje. En die leeuw ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik tel 9 leeuwen. Allemaal vrouwtjes, hè? Ja. Hij is aan het drinken. 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Hij gaat toch niet dat babytje pakken? Nou, dan heb je een probleem, denk ik. Nou, 5 leeuwen. 9 leeuwen. Maar leeuwen valt neushoorns over het algemeen niet aan. Gaat toch niet bij een neushoorn een kil zien, hè? Een stukje mals zeven. Die komt zijn eten ophalen. Ik moet even zeggen, dames, ik had afgesproken om 6:10 eten. Dus, Ze gaan er echt op af, hè? Maar ze zijn ook bang. Als het gedaan had, zou het bij je stoppen. Dan had ik echt zitten janken, maar dat op zich ook wel iets moois geweest om te zien. We waren nou nog dichter bij ons met die genoeg. Echt? Ja, dit was echt bizar. Ik denk niet dat hij morgen nog leeft. Nee. Denk het ook niet. In het donker pakken ze. Denk het ook, ja. Maar goed, dan moet nog een tijd thuiskomen. Ja. Daar zijn we, jongens. Ja, lekker relax. Hebben jullie het eten een beetje klaar? Ja. La la la. Daar staat Rick, die staat lekker in de pan te roeren. God, ik weet niet. Het tweede is een kilo naar. Je bent er bijna. Ja, nog een klein stukje. Nou, dat je met z'n drie op één bed kan. Ja. 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 Met top uitzicht. Jongen. Nee, niet dit uitzicht bedoelt ze. Het uitzicht waar ze aan de achterkant heeft nu. Dat bedoelt ze. Dit uitzicht? Ja. Wel een rot uitzicht. Samen. Als wij ook een dubbel hadden. Wat ik hoor. Nou, groepsfoto, kom op. Allemaal erin. Ja, dat moet gelijk op de film, want dat zien we niet vaak doen. Nee, de volgende is voor jou, Mars. Ja, thank you. Deze is lekker. Vond eigenlijk niet anders, hè? Nee, een dag zonder leven is een dag niet geen Etosha. Weer leven, dat ken je, hè? Dat kan niet, hè? Op één dag na in Etosha. Alleen maar leven. Alleen maar leven. Ja.
En er zijn mensen die zien geen leeuw. Nee. Ze zijn ook zeer zeldzaam. Zouden wij lekker ruiken of zo? Denk het. Weer leven. Weer leven. Laten we nou maar verder rijden, want ze gaan vervelen. Schiet niet op met die beesten. Vervelend wordt het. Ja. Tot zo. Tot zo. En? Mogen we er weer uit? Mogen we er weer uit? Ja. Kijk, mijn auto wordt schoongemaakt. Nou, haal ze er maar uit, die biefstukken. Het zal kenten. Mars, wil je even de koelkast openmaken? Dank je. Hoppa. Ze hebben hier overal van die leuke portiertjes. Route. Ja, goed, hè? Je gaat me toch niet vertellen dat ze hier een zwembad hebben? Hè? Ja, wel. Rol je weg of niet? Anders leg ik meteen op. Oeh, wat een loef. En die heeft weer niet te meuren. Ja. We moeten door dat hekje daar, jongens. Ja. Ja, dit went wel. De luchtalarm gaat altijd. Rick, jij houdt toch van vis of niet? Ja. Dit is erger dan de visafslag, joh. Zo was het eind ook, jongen. Lekker scholletje. Lekker bekkie. Daar moet je aan denken. Groen haninkie. Moet je daar door dat... Door dat hekkie. We zouden zijn, duizenden. Ja, lekker. Gaan we appeltaart eten. Ik hoor het net. Als we het kunnen vinden. Ja, kunnen we wel vinden. We komen er langs. Kan niet missen. En wat wil je vader? Afzien, joh. Ja. Eet je appeltaart zonder slagroom? Nou, dat kan niet erg, hè? Voor de rest hebben we geen lekkere dingen. Oké. Nou, wie is jij van deze appeltaart dan? Want het is mijn boekje. Ah, mijn boekje stond hier niet. Ja. Nou, een heuveltje. Hou dat tempo vol.
Ik denk niet eens dat hij een schep bij zich heeft. Ja, we bewegen nog steeds. Ja. Klein, hè? Ja. Heel klein. En toch zo beroemd. Als je in de zon gaat staan, is het warmer dan 40 graden, hoor. Ja. Afzien is het. Echt. Echt afzien. Even hangen. Ja. Nou, dat stuk, dat mag papa laten zakken, zeg maar. Dan geef je dus iets omhoog, moest iets omhoog. Zo, nou, zo in Indiana Jones. Eerste les rood, hè? Dat ging goed. Wel leuk. Wat een weg, man. Echt stuiteren en bonken. Ik ga even de laptop pakken achteruit de stoel. Ja. Dus gaan we hier goed vol. De Mingriet. Ja. Oh, iedereen zijn eigen. Oh. Ja. Ja, ze vliegen. Hij zit bijna op mijn neus. Kijk. Tom maar binnen eten. Gelukkig zit er een hek tussen. Hij legt te denken van, nou ik heb liever dat jullie buiten blijven zitten. Ja, zal ik. Zit je hier te eten en zit je aan de rijst met bijen met een leeuw. Ja. Ja. Hij ruikt de balletjes. Ja. Kom, haal snel die dingen weg, want dat gaat niet goed. Reposition again. Kijk, het los. Even. Schiet hem niet uit, hoor. Je hebt ooit voor die prijs. Ik hoop voor zes van dat vrouwtje, Jan. Hier was je reposition. Ja. These bubbles that make you drunk, it's not the wine itself. Oh, it's the bubbles. Dat weten we dan ook weer. Very nice. Enjoy. Thank you. Are you also from South Africa? No. 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 Ireland. Where are you from? Ireland. Namibia. Namibia. Yeah. Namibia. Okay. Dat was dan een maand Botswana en Namibië. Chris,
Ben je er al achter de hoeveel we nou in totaal gereden hebben? 6000 kilometer. 6000? Ja. En foto's over de 10.000? 11.000. 11.000 foto's. Zijn je naam hier? Een goede afsluiter. Heerlijk, die airport. Misschien mogen we het vliegtuig niet meer in, maar...